Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Hyperinflatie is iets wat iedereen wilt voorkomen. Maar de laatste tijd hoor je steeds meer berichten voorbij komen dat hyperinflatie in de Verenigde Staten op de loer ligt. Daar wil ik vandaag wat dieper op ingaan, want het zal namelijk grote gevolgen kunnen hebben voor de hele financiële wereld. Dus laten we snel beginnen met de video. Hyperinflatie is een vorm van inflatie, maar dan eigenlijk de turbo variant. In plaats van dat je kijkt naar prijsstijgingen jaar over jaar, kijk je al heel snel naar prijsontwikkeling per week of soms zelfs per dag. Want er zijn namelijk verschillende situaties voorgekomen dat het in een week tijd zomaar verdubbelde: dat plots een brood niet 1 euro is, maar bijvoorbeeld 2 euro. Dus dan kom je in een scenario terecht dat je koopkracht gigantisch snel afneemt. En dit is wel iets zeldzaams, want het is niet zo dat hyperinflatie zomaar overal voorbij komt. En al helemaal als we kijken naar de rijke landen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Kijk, op dit moment is er wel sprake in sommige landen van hyperinflatie. Maar bijvoorbeeld in Zimbabwe, waar dit probleem zich nu voordoet, heeft het niet heel veel effect op andere landen. Dus dat daar mensen met een kruiwagen vol geld naar de supermarkt moeten, daar merken we helemaal niks van. Maar als de wereldeconomie, en dat is natuurlijk de Verenigde Staten, op een gegeven moment te maken krijgt met hyperinflatie, dan zal je dat overal merken. Maar er moet natuurlijk wel heel veel gebeuren met het huidige financiële systeem om hyperinflatie te creëren. Dat gebeurt niet zomaar. Maar het is natuurlijk wel zo dat we op dit moment in een fase zitten dat er sprake is van wantrouwen in het huidige bankensysteem. En dat begon allemaal met de cryptobank Silvergate die omviel door de problemen met FTX. Daarboven zag je natuurlijk ook dat er maar zeker wat zorgen waren omtrent Silicon en Valley Bank. Nou, nu een tijdje later is het natuurlijk duidelijk dat er hele grote problemen zijn. En het is nu ook al zo dat andere banken ook al in de problemen zitten. En er werd natuurlijk al een programma opgestart vanuit de overheid, de Bank Term Funding Program. En dat werd eigenlijk opgestart om ervoor te zorgen dat mensen niet in paniek naar de bank gingen om al het geld van de rekening af te halen. En daardoor gaat dus de geldprinter aan, want er was plots weer 25 miljard dollar beschikbaar om dus het huidige financiële systeem te versterken, zodat dus niet iedereen in paniek dat geld gaat ophalen bij de bank, want ja, dat geld is er gewoon niet. En misschien denk je bij jezelf, ja, dat Silicon Valley Bank is natuurlijk een gigantische bank en bij het faillissement zal het de grootste zijn sinds de bankcrisis van 2008 toen de economie in elkaar klapte, maar als het daarbij blijft, dan zullen de gevolgen misschien nog wel te overzien zijn. Maar er is op dit moment ook een onderzoek gedaan naar verschillende banken in de Verenigde Staten om te zien, is Silicon Valley Bank een uitzondering? En de conclusie van het onderzoek naar 21 pagina's, dat is toch wel zorgwekkend. Want door het huidige monetaire beleid vanuit de Federal Reserve zijn er 186 banken die hetzelfde risico lopen. Silicon Valley Bank is dus echt niet de enige. En JP Morgan kwam al naar buiten dat er mogelijk 2000 miljard dollar beschikbaar is gesteld in de komende jaren om het bankensysteem te ondersteunen waar nodig is. Dus het begon met de Bank Term Funding Program, waar 25 miljard beschikbaar werd gesteld, maar er is nog veel meer mogelijk. En dat soort berichten komen niet naar buiten als alles koekerij is. Met het huidige financiële systeem is op dit moment gewoon wat mis. De torenhoge inflatie aanpakken door rente historisch snel te verhogen zorgt dus voor pijn bij de banken. De Fed creëerde dus een situatie waar eerst geld gratis was. Toen zag je het gevolgen van, want geldcreatie was niet bij te benen en daardoor maakte we dus de hoogste inflatie mee in de laatste 40 jaar. Toen werd dat probleem wat zelf werd gecreëerd weer aangepakt door de rente te verhogen, waardoor de VET opnieuw te maken heeft, met een probleem waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Ze hebben dus een situatie gecreëerd die allesbehalve ideaal is. Het is eigenlijk alsof je nu kan kiezen tussen het wegrennen voor een leeuw of een beer. Je wilt het allebei niet. Maar is dan hyperinflatie een logisch vervolg van de huidige problemen? Want de keuze vanuit de centrale bank is op dit moment duidelijk. Meer geld creëren om de problemen van nu te verlichten. Want als we ook een blik werpen op de balance sheet van de Fed Reserve, is het heel erg duidelijk dat in de laatste tijd die inderdaad aan het groeien is. Maar op een gegeven moment gaan we daar natuurlijk ook weer de gevolgen van merken. Nou, voor ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om te gaan beleggen. Ik beleg bij de Giro en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je registreert via de link voor 31 maart krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 30 april terug met een max van 100 euro. In de beschrijving staat het linkje. En als je reageert via die link, maak je dus gebruik van de actie. Maar daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost zou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, hyperinflatie moet je niet willen. Misschien heb je het wel meegekregen via social media dat oud Chief Technology Officer van Coinbase, Balaji, uitgaat van hyperinflatie binnen 90 dagen in de Verenigde Staten. De miljardair is zelfs een weddenschap aangegaan dat Bitcoin binnen 90 dagen op 1 miljoen dollar staat. Belashi zelf legt 1 miljoen dollar in en de andere persoon slechts 1 bitcoin. En op dit moment is de koers 28.000 dollar, dus dat is een hele scheve weddenschap. Dus dat klinkt absurd. Maar je hebt het wel over iemand met een vermogen van 1.2 miljard. Dus 1 miljoen, ja dat maakt niet heel erg veel uit. Maar het blijft natuurlijk wel een behoorlijke claim waar nu veel over gediscussieerd wordt. Want je hebt het namelijk niet over zo maar iemand in de crypto-space. Je hebt het over iemand die echt wel weet wat er allemaal speelt. En zelfs zie ik het niet echt gebeuren. Het is in mijn optiek ook echt een bizarre claim. Maar dat er problemen zijn met het huidige financiële systeem, ja, dat mag duidelijk zijn. En ik las ook op social media dat heel veel Bitcoin-bezitters hopen dat hyperinflatie zal plaatsvinden. Want dat zou kunnen inhouden dat Bitcoin gigantisch stijgt in prijs. Maar heel veel vergeten dat enorm veel onderdeel zal plaatsvinden bij hyperinflatie. Het uitbreiden van je vermogen is op dat moment helemaal geen prioriteit. Maar laten we even wat voorbeelden erbij pakken van hyperinflatie in het verleden. Bijvoorbeeld van augustus 1945 tot juni 1946 was er sprake van een gigantische stijging in prijzen in Hongarije. Er was zelfs een moment dat binnen 15 uur alle prijzen waren verdubbeld. Je hoort het goed, in 15 uur tijd verdubbelden de prijzen. Maar vaak vindt dit plaats in tijden van onrust. Hyperinflatie in Hongarije vond bijvoorbeeld plaats na de Tweede Wereldoorlog. En zoals we weten, oorlogen worden altijd gefinancierd door heel veel geld te creëren. Dus het moment dat die oorlog voorbij was, moest dat dus aangepakt worden. Volgend voorbeeld komt van onze oosterburen. Van augustus 1922 tot december 2023 was er sprake van hyperinflatie. In Duitsland was er zelfs een moment dat prijzen verdubbelden in minder dan vier dagen tijd. En dat was vier jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Maar alsnog zat Duitsland in de fase van heel veel politieke onrust met conflict in België en Frankrijk. En in die jaren zag je dus dat het gigantisch hard ging met de prijzen. En op dit moment is het ook heel erg moeilijk voor te stellen dat je bijvoorbeeld voor een euro een brood koopt, vier dagen later heb je twee euro nodig. Maar ja, we zitten natuurlijk nu wel in een lastige situatie als we kijken naar het huidige financiële systeem. Maar je kan het natuurlijk niet vergelijken met de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En dat is eigenlijk wel een patroon wat je ziet als je heel veel voorbeelden erbij pakt van de laatste honderd jaar. Het land stond figuurlijk en soms letterlijk in brand. En de huidige situatie in de Verenigde Staten, dat is natuurlijk zorgwekkend. We kunnen er niet omheen, want problemen met banken is niet iets wat je graag wilt zien. Maar het is natuurlijk nog steeds maar afwachten of een bankrun daadwerkelijk gaat plaatsvinden en hoe de Federal Reserve hierop zal reageren. Maar dat Bitcoin hier positief op reageert, is natuurlijk ook weer niet zo gek. Want het omvallen van Silicon Valley Bank is natuurlijk de grootste bankencrisis sinds 2008 en op dat moment ontstond Bitcoin. Want het was namelijk ontwikkeld als een oplossing tegen het mallevide financiële systeem met daarbij bailouts en twijfelachtig monetair beleid, waar de burger uiteindelijk type neut van is. Dus hyperinflatie is een scenario wat kan uitspelen. Je moet natuurlijk ook niet zeggen dat het helemaal niet kan plaatsvinden, want er is altijd een kans. Maar als ik kijk van hoe groot is die kans, ja in mijn optiek is dat echt minimaal. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er op dit moment geen problemen zijn. De inflatie is doorhoog, maar door de stijgende rente hebben banken het zwaar. Dus de centrale banken in de Verenigde Staten zal op dit moment het heel erg lastig vinden om die rente nogmaals te verhogen. Dus er is op dit moment heel veel onzekerheid en die deel ik ook. Ben dus ook heel erg benieuwd wat de komende maand ons gaat brengen. Maar binnen 90 dagen hyperinflatie in de Verenigde Staten, dat zie ik niet gebeuren en dat moet je ook niet willen. Want je vermogen op dat moment is echt geen prioriteit. Eten, gezondheid en veiligheid is dan vele malen belangrijker. Dus Bitcoin bezitters die zich al rijk rekenen met een prijs van 1 miljoen dollar in 90 dagen tijd door hyperinflatie, dat wil je echt niet. Voor nu komen we aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dan dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.